De waterspeelplaats in Doeppark De Hagen was allang in gebruik voordat wethouder Eugène van Mierlo de kans kreeg om hem te openen op de dag van de duurzaamheid. Klimtoestellen werden beklommen, de eerste natte pootjes gehaald en in het kleine stroompje werd al een heuse dam aangelegd. Dit is de eerste fase, zei voorzitter Hans Ouder-Luttekhuis van Stichting Het Natuurhuis. De volgende fase gaat volgend voorjaar in, dan komt er een moestuin en het waterschap versmalt de A en legt een glooiende oever aan, inclusief aanlegplek voor kano's. En wat hoopt wethouder Van Mierlo in het geheim? Dan hoop ik eigenlijk stiekem dat heel veel kinderen hier toch lekker een nat pak gaan halen.